De lesbische pleegouders van het Turkse jongetje Yunus zijn samen met hem ondergedoken. De Turkse Yunus van 9 is het onderwerp van een diplomatieke rel. Oh ja, en dan vind ik, dan moet je er wel over schrijven. Yunus. Het begon ermee dat Yunus symbool stond voor een Turks kind dat niet bij lesbische pleegouders mag zitten. En op een gegeven moment werd het een symbool voor alle fouten die jeugdzorg gemaakt zou hebben en heeft gemaakt. Hoe de kwestie Yunus kon uitmonden in een media-hype. Vanavond in Media Logica.